like deze video sneller dan dat ik op play druk voor extra geluk. Het is een bijna onmogelijke like challenge. En juist daarom vind ik hem zo episch. Let's go! Vandaag speel ik het spel Bonnie. En waarom is er iemand afgegaan? Betekent dat dat Bonnie in de buurt is? Dat is echt super creepy. You are totally kidding me. In ieder geval, we kennen natuurlijk allemaal het spel Piggy wel. Piggy staat bekend als de, laten we zeggen, creepypasta van dit moment. Ze probeert iedereen in te maken en oh my gosh, ik was nog niet eens tot dat punt van mijn verhaal. Maar hier hebben we Bonnie. En Bonnie is op zich ook wel interessant om te vermelden. Het is namelijk de creepypasta vriendin van Piggy. Wat ik daar min of meer mee bedoel te zeggen is dat ze dus beste vrienden zijn. En dat Bonnie, laten we zeggen, dezelfde interesses heeft als Piggy. Namelijk mensen inmaken. Maar in eerste instantie was dat niet zo. Bonnie is boos geworden op mensen en daar heeft ze een goede reden voor. In eerste instantie was ze namelijk een huisdiertje. Een konijntje waar spelers voor zorgde en ze vond dat fantastisch. Maar op een dag ging ze samen met die eigenaren, dus met haar baasje, naar het park en ze zijn haar daar letterlijk vergeten. De spelers waren zo met elkaar bezig dat Bonnie totaal vergeten was en uiteindelijk in haar eentje de weg kwijtraakte. Bonnie werd boos en zette zich op die manier af. Ik heb gewonnen, boeia, tegen de spelers. Nou, Piggy, haar verhaal is natuurlijk wel iets anders, maar op een gegeven moment vonden Piggy en Bonnie elkaar. Dat matchte, omdat ze allebei spelers wouden inmaken. En hier hebben we Bonnie, een van de beste vriendinnetjes van Piggy. Oh gosh, Georgie! Nee, Georgie is het soort van aardige broertje van Piggy die niet zo geïnteresseerd is om iedereen in te maken en zit hier letterlijk vast. Dat is niet nice. Er zijn hier ook verschillende items die we kunnen halen. Vanaf Penny tot Georgie, tot Gasty, tot Rodas en zelfs Bunny. Maar Bunny ben je in eerste instantie al. En ook natuurlijk Zizzy. En Zizzy, dat is een karakter die ook weer heel erg interessant is. Het is namelijk gewoon ook een van de vriendjes, vriendinnetjes van Piggy. Zeg maar, Piggy heeft sowieso een best wel ruim netwerk met de dierlijke vriendjes en vriendinnetjes. De meeste die zijn niet zo heel erg vriendelijk, laat ik maar zeggen. Dat is toch wel iets om rekening mee te houden. Oké, we moeten dus ontsnappen aan Bunny. Het is zo interessant dat die dus nu ook haar eigen spel heeft, waarin dat, oh my gosh, de bedoeling is, en dit zijn letterlijk allemaal karakters die letterlijk zijn opgesloten door Bonnie in het laboratorium. Er zijn namelijk een hoop, kijk, laat ik het zo zeggen, een hoop spelers zijn tegenwoordig niet meer zichzelf wanneer ze in aanraking zijn gekomen met Piggy of Bonnie. Omdat beide namelijk nogal een handje ervan hebben om de spelers te gebruiken voor experimentele doeleinden. Eerder in Roblox ging dat namelijk anders en werden juist de dierlijke karakters gebruikt voor experimentele doeleinden. En de dierlijke spelers zoals Piggy en de anderen werden dat een beetje zat. En kijk uit, kijk uit! Oh gosh, en dat is de reden waarom Piggy en Bonnie nu juist mensen gebruiken voor experimenten. En dat gaat verder dan een beetje make-up testen. Dat gaat echt naar kijken of ze een speler kunnen veranderen in bijvoorbeeld een dier. En dat is best wel creepy. Oké, ik kan hierin, alleen hier heb ik dan weer sleutels nodig. Oh, dit is zo ongelooflijk terrifying. Oké, als ik dit, oh, iemand is ingemaakt. Als ik dit overleef, wil ik in ieder geval, you are kidding me. You are kidding me. Waarom zei ik dit überhaupt? Ik ga dit op deze manier niet overleven. Oh, ik durf niet eens naar achteren te kijken. Oh, nee. Oh, nee. Uh-oh. Uh-oh. Oké, ik weet echt niet wat ik moet doen nu. Ik weet niet of ik het ga halen. Kan ik sprinten? Ik kan ook letterlijk, komt-ie? Oh, Bonnie, leave me alone. I need to escape right now. Oké, wacht. Ik moet iets vinden. Of het nou een sleutel is of iets anders. Ik moet iets vinden. Uh-oh. 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 Oh! Oh! Gosh! Ik had niet verwacht dat ik haar op die manier zou dodgen. Dat is echt super sane amazing. Ik bedoel, ik was bijna af. Oeh, kijk. Snel. Snel, 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 snel. Ik wou dat pakken wat daar lag, maar het lukte niet. Oeh! Oeh, oké. Oké, dit is zo spannend. Bonnie wil echt zo, oh nee, dat meisje is echt de pineut. Dat meisje is echt de pineut. En die jongen ook. Oh nee. Oh nee, die jongen die gaat gepakt worden, denk ik. Ik vrees ervoor. Ik vrees er echt voor dat hij gaat worden ingemaakt. Oké.
Het lijkt wel alsof Barney echt mij wilt inmaken, maar dat valt op dit moment wel weer te overzien. Oké, ik ga hier gewoon in zitten. Ik hoop serieus dat ik veilig ben. Verstop jezelf voor Barney lijkt de challenge wel op dit moment. Oké, ik wil eigenlijk kijken of ik een aantal muntjes erbij kan halen. 100 muntjes voor 100 Robux. Is dat een goede keuze? Dan kan ik wel Penny halen. Penny is trouwens wel interessant. Is de tweelingzus van Piggy. Veel mensen weten het niet, maar Piggy heeft een tweelingzus genaamd Penny. En ik ga die nu ontgrendelen. Heb ik gedaan. Dus als ik zo meteen de bad girl ben, dan speel ik haar. Kan ik niet een beetje meekijken wat er gebeurt? Oh, dit is zo creepy. Oké, zal ik er weer uitgaan? Oh, nee. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Ik zie letterlijk Barney een speler inmaken. Oh, nee. Oh, nee. Oh, dit is zo creepy. Er is hier een hamer die ik mee kan nemen. Oké, ik heb een hamer. Ik weet niet wat ik ermee kan. Ik heb nog iets meer dan 6 en een halve minuut om te ontsnappen. En ik heb eigenlijk een plank nodig. Zoveel dingen die ik nodig heb. Zo weinig weet van waar ik ze zou kunnen vinden. Nee, dat is serieus wel echt een beetje het nadeel. Kijk, ik kan mezelf natuurlijk... Wat heb jij een epische skin? Je hebt echt een soort van... Oh, wauw! Je bent echt een soort van cakeman. Ik weet serieus niet hoe het kan, maar de timer heeft zichzelf ineens weer gereset. Dus misschien is dit wel een nieuw potje. I seriously don't know. Maar wat ik wel weet is dat de missie nog steeds hetzelfde luidt. Ontsnap aan Barney en laat je niet kisten. Is wat makkelijker gezegd dan gedaan, kan ik jullie verzekeren. Want dit spel is super saai lastig. Maar er gaan ook steeds meer verhalen dat Barney een soort van... wat in te halen heeft, right? Zeg maar, Piggy was altijd degene die alle spelers inmaakte en die haar tanden liet zien. Nou, Barney is niet veel anders dan dat. Het is zo ongelooflijk spannend. Ik weet ook niet wat de beste manier is om dit te winnen. En kijk, de beste manier is natuurlijk echt gewoon ontsnappen aan Barney. Maar het is op zich ook een optie als je je gewoon blijft verstoppen totdat de timer op nul staat. Maar dat is echt wel heel erg lastig. Dan moet je dus gewoon continu ongezien blijven. Maar wat ik zo vreemd vind is, je moet dus sleutels vinden om deuren te openen. Pretty much hetzelfde als in het Piggy spel. Wat doe je nou? Waarom hop je zo vreemd? Oh, wat? Wat deed ze nou? Ze probeerde ergens... Oh, wat? Barney probeert te ontsnappen. Barney, dat is niet jouw taak. Ik bedoel, ik probeer je uit te leggen wat de bedoeling is en dat hoort niet. Oh, gosh. Hè? Huh? Ze lijkt wel aardig. You are kidding me. Misschien... beseft Barney zich dat haar baasjes haar niet expres hebben achtergelaten in het park destijds. Laten we met z'n allen springen, ja! Oh, dit is zo leuk! Barney is misschien toch niet het gemene, duistere konijn waarvan we allemaal dachten dat ze dat zou zijn. En ik vind het amazing, dit is toch wel een soort van statement. Piggy, you gotta step up your game. Ik bedoel, Piggy is nog steeds duister. Piggy heeft nog steeds een knuppel. Maar dat is het eerste wat mij al opviel. Maar ik dacht, ik zie het vast verkeerd. Ik dacht, Barney heeft helemaal geen knuppel. En dat komt omdat deze Barney dus schijnbaar gewoon goed is. Misschien is dit dan juist wel de echte Barney. En heeft hij helemaal niets om kwaad over te zijn. Ik bedoel, haar baasjes zijn haar dan misschien wel vergeten in het park. Maar ik weet zeker dat ze nog voor haar hebben gezocht daarna. Nou, Barney, het is leuk om je zo happy te zien. Maar nu kunnen wij eigenlijk het spel niet spelen. Ik zal je uitleggen waarom. Je moet ons inmaken, Barney. Nee, het is zeker een interessant spel. Maar ik word er niet echt wijzer van. En ik vind het gewoon leuk dat Barney zo aardig voor mij was. Ik bedoel, ze had me ook kunnen inmaken. Maar in plaats daarvan springt ze alleen maar op en neer. En beseft ze zich dat aardig zijn eigenlijk veel beter is. Of niet soms, Barney? Ja! Tan. Alleen... ik heb misschien ook wel wat zieligs. En ik wil daar eigenlijk ook even op terugkomen. Sommige mensen zijn er namelijk van overtuigd dat het verhaal van Barney wat anders ging. Sommige mensen denken dat toen Barney vriendelijk deed tegen spelers, Piggy dat echt niet van haar kon hebben. En daarom wraak heeft genomen op Barney. We zijn hier allebei één om nog een laatste keer Barney te zien. En eigenlijk gewoon te hopen dat dit niet waar is. Want we houden van Barney. En we vinden het vreselijk wat er is gebeurd. Piggy had dit nooit mogen doen. Piggy maakt spelers in. Maar Piggy maakt ook haar vriendinnen en dierlijke vrienden in op het moment dat ze zich niet houden aan haar regels. Barney was misschien toch iets te aardig tegen de mensen, tegen de spelers. En Piggy vond dat fout, want Piggy was er altijd van overtuigd dat je alle spelers moest inmaken, zo snel en zo vlug mogelijk. Barney, je bent een bazin en het was episch om je zojuist te mogen hebben gezien in je eigen spel.
waar je gelukkig nog wel in levende lijven rondrent. Ik bedoel, dit is natuurlijk een fangame die ik nu speel. Alleen, deze fan van Bonnie en Piggy gelooft dus dat Bonnie er niet meer is, omdat Piggy haar heeft ingemaakt. Bonnie, ik hoop dat je rust hebt. In ieder geval, dit was interessant en het komt er dus op neer dat Bonnie haar eigen spel heeft. Dit is natuurlijk niet echt, Bonnie is er gewoon nog. Alleen dit is wat een fan denkt dat er is gebeurd met Bonnie. Tot de volgende keer en adios!